In ons lectoraat werken docenten, studenten en het bedrijfsleven samen aan innovaties op het gebied van artificial intelligence. Wij zitten nu volop in de overgang van docenten naar kenniswerkers. En kenniswerkers die werken samen met studenten en het werkveld aan innovatieve projecten en onderzoek. Mijn naam is Mark en ik ben lector bij Fontys ICT. Ik ben Petra en ik ben senior onderzoeker bij het lectoraat AI en Big Data. I am NewGen ICT. Als senior onderzoeker definieer ik samen met partners uit het werkveld hoe het vak van AI-engineer eruit ziet. Intelligente software is overal. Dat is voor software-engineers echt een nieuwe manier van software maken. Een uitdagend thema voor dit moment is dat computers om moeten leren gaan met emoties. En zijn we ook heel erg aan het experimenteren met hoe wij de emoties van mensen op een natuurlijke manier kunnen meten eigenlijk. Het is heel mooi om te zien dat ons onderwijs studenten de kans biedt om steeds gebruik te maken van de nieuwste technologieën en tools. En dat we daardoor als docenten ook snel nieuwe kennis op kunnen doen. We willen met deze onderzoeken echt relevant zijn voor de maatschappij. En dat willen we bijvoorbeeld doen op het gebied van de gezondheidszorg. Waar wij onderzoeken hoe wij die emotieherkennende technologie kunnen inzetten in het kader van e-health. Docenten nemen echt de verantwoordelijkheid voor de onderzoeksprojecten waar ze aan werken. En zijn de verbindende factor tussen studenten en het werkveld. Aan de ene kant doe je onderzoek naar nieuwe technologieën met het werkveld en aan de andere kant werk je als coach en expert met studenten. Als docent bouw je mee aan de community waarin gewerkt wordt aan innovatieve en uitdagende projecten. Als een echte verbinder en inspirator.